Vaginale afscheiding komt meer voor tijdens de zwangerschap. En dit komt door de extra doorbloeding van de vagina en de baarmoedermond. Daardoor komt er dan weer extra afscheiding. En dat is gewoon normale afscheiding die reukloos en een beetje waterig dik is. Um, het kan ook tijdens de zwangerschap. Um, tijdens de zwangerschap is het zo dat je ook weer extra e oestrogeen hebt, en dat zorgt er in de vagina weer voor dat je meer glucose hebt. En um, als je meer glucose hebt in de vagina, is er weer meer kans dat je je, je schimmel, de Candida, gaat groeien, waardoor je zo'n infectie gaat krijgen. Um, en het verschil daarin is dat het dan uh, geurend is. Um, en dat het jeukend en branderig kan zijn. Dus het is anders dan de normale vaginale afscheiding. Um, als dat voorkomt tijdens de zwangerschap, dan uh, wordt geadviseerd om dat uh, te behandelen. Uh, met een behandeling die tijdens de zwangerschap uh, uh, ja, uh, veilig gebruikt kan worden.